En minister Steven Tsang van Handel, Industrie en Toerisme heeft vol trots de eerste fase van het fietspadproject Noord-Komowijnen en wel het traject Bakkie naar Constantia in gebruik genomen. Bij de ingebruikname die op 24 april 2019 plaatsvond, waren onder meer aanwezig vertegenwoordigers van de Noord-Komowijnen Toerisme Cluster en de ondernemers Bas Spek en Cyrano Salman. Minister Tsang gaf aan dat de eerste fase van 8 kilometer een onderdeel is van een 24 kilometer lange fietspad. Het is een bijzondere attractie die voor de lokale gemeenschappen en andere ondernemers kansen biedt om er economisch voordeel uit te halen, zei de minister. Verschillende sprekers gaven aan dat het gebied veel potentie heeft en dat door samenwerken er heel veel kan worden bereikt. Deze cluster, die uit meer dan 15 bedrijven bestaat, waaronder bootsmannen, touroperators, hotels en restaurants, heeft bewezen dat gezamenlijk voorzien kan worden in een gemeenschappelijke behoefte.